Het Nederlands beurzenprogramma van de Nederlandse Organisatie voor Internationalisering in Onderwijs trekt veel belangstelling van Surinamers. Dat bleek gisteren in de residentie van Jaap Frederiks, de Nederlandse zaakgelastigde. Ongeveer 50 HR-managers en medewerkers van Surinaamse bedrijven lieten zich informeren over de mogelijkheden van het beurzenprogramma. De Nederlandse ambassade zegt in een persbericht dat NGO's en overheidsorganisaties uit Suriname en 53 andere landen via dit programma kosteloos opleidingen kunnen volgen bij Nederlandse onderwijsinstellingen. Medewerkers van overheid en NGO's uit Suriname konden al langer deelnemen, maar sinds kort komen ook Surinaamse bedrijven in aanmerking. Er kan worden gekozen uit diverse opleidingen. De meeste vinden plaats in Nederland, maar soms is het nuttig om uit te wijken naar een ander land.